Het is kerstmis! We zijn in Chiang Mai in Thailand. En het is kerst en we zijn maar met z'n tweetjes. Al hadden we graag in Middelburg gestaan. En... Shout-out naar mijn boys in 77. En naar mijn boys. Shout-out naar haar boys in de Schuttersboek. Ja, dit gaat weer helemaal mis, maar het is dus kerst en we zijn maar met z'n tweetjes. Dus Dion heeft bedacht dat we vanavond kerstcadeaus voor elkaar gaan kopen met een budget van 15 euro. En in Thailand heb je daar natuurlijk een hele tas vol met cadeaus voor. En nou, we hebben dus een heel leuk stukje shopgedeelte gevonden in Chiang Mai waar we dus gaan shoppen. Afzonderlijk van elkaar en we gaan dit vastleggen. Heel hilarisch, hoop ik. Mijn vlog wel. Dus we gaan nu met de tuk-tuk en dan gaan we kerstcadeaus voor elkaar kopen. Ja. Het is je boy Coyote Pizza. Het is je girl Santa Claus. Santa Claus. Nou, we zijn er. En hier scheiden onze wegen. Hallo, trouwens, ik heb mijn gat nodig. Flapper. Maar ik mag de helft ook maar. Deze gaat mee met jou. Dank je. Zo, mooi zo. Doei. Doei. Miss you. Ja, miss je nu al. Oké, we gaan beginnen met iets dat ik wel goed kan qua shoppen. Voor Chimeentje dan. Chimeen heeft namelijk een iPhone oplader waar de ratten van hebben gegeten. En dan omschrijf ik hem nog mild. En daarom ga ik gewoon eventjes een opladertje halen. En laat ik nou net al goed staan. Waar zijn ze? Ah, kijk. Nou, hè? 2 meter. Thank you. Oh, sorry. Thank you. Oké, het is zover. We gaan beginnen. Ik vind het heel moeilijk, want ik weet dat Dion dus nieuwe schoenen wilt. Maar ja, hoe ga ik dat in godsnaam doen? Hier als ik niet de maand weet en eigenlijk ook niet echt weet of ik het terug kan brengen. Ik ga op zoek naar een zwart shirt, een sweater en schoenen. En ik hoop dat ik het kan vinden binnen een uur tijd. Oh my god. En we zijn nog geen 5 minuten verder en ik heb nu al stress. Ik zie alleen maar dingen voor mezelf wat ik leuk vind. Deze zou kunnen. Papa, vind je wel leuk? Deze vind ik wel heel leuk, die ga ik onthouden. Broekje. Best leuk. Ik had hier nog ergens een schoenentent gezien eerder. Ik weet alleen even niet meer waar die is, dus die ben ik nu aan het zoeken. Oké, found it. Dus we moeten even opletten dat ik niet bij het kraampje sta, want die staat precies in het einde van het gangpad, zoals je daar kan zien. En anders dan weet ze meteen wat ik aan het halen ben. Want ze heeft gisteren schoenen gezien. Gisteren waren hier ook namelijk. En ze twijfelde, maar ik ga ze gewoon halen. Fuck it. Dan gaat het om deze unit. Alleen ja, wat voor maat zal ze hebben? Geen idee, maar dat gaan we... Ik ga even vragen welke maat die heeft. This is 36. Thank you. Ja. It's a... Ik heb maatje 38 genomen. Ik weet dat ze kleinere schoenen heeft, maar ik denk dat ze best klein uitvallen. Ik hoop dat ze goed zijn. Ik heb er trouwens hoeveel voor betaald? 490 baht. Zeg maar 13 euro'tjes. 13 euro'tjes voor deze prachtige schoenen. Ik had me gisteren nog iets laten zien in de kledingwinkel. Alleen ik kan het niet meer vinden. Dus het hele winkeltje eigenlijk niet. Ik heb wel een mooi winkeltje gezien met veel vrouwelijke kleding. En aangezien Chimeen heel erg van de vrouwelijke kleding is, zoals jullie weten, ga ik daar gewoon heen, want ik vond het wel leuk. En ik doe gewoon eens gek. Ik ga gewoon eens wat ik leuk vind. En niet alleen maar denken wat zij leuk vindt. Dan dragen ze zich maar een keer naar mijn wensen. Vind ze vast leuk. Oké, waar ik dus al bang voor was. Ik zag Dion lopen. En hij had heel veel in zijn tasje zitten. En ik heb alleen nog maar een oorbel. En ik word nu heel erg zenuwachtig. Daar is hij dus. En nu moet ik ook nog wel een beetje achter mijn rug halen. Wat deed je in mijn district? Wat? Wat deed je in mijn district? Huh? We mogen niet eens meer in elkaar stukjes komen. Nee, want ik zat te twijfelen om jouw district in te gaan. En toen dacht ik, nee, daar ziet ze me straks. Maar dan heb je me net ook gewoon heb je me net gezien al. Ja. Echt. Maar ik heb me nog niks zien kopen. Ik heb me nog niks zien kopen. Ik zweer het. Eén keertje. Ik zag je maar eens. En hier heb je een videogame. Wat je heel leuk vindt, maar...
ben een beetje bang dat alles in het Thijs is en dat hij het niet kan spelen. Dus we hebben net het laatste kledingstuk gekocht. En we gaan het zomaar geven tijdens het eten, want ik weet totaal niet of ze het wat vindt. Ik heb hier nog een simpel wit shirt wat perfect matcht. Het outfitje moet compleet zijn, dus ik koop deze ook erbij. Oké, ik heb het shirt dus niet gekocht, want hij was lelijk aan de onderkant. En ik weet niet of Dion dat leuk vond en ik mocht het ook niet terugbrengen. Dus heb ik het weer niet gekocht. En ik geef toe, Dion is veel beter hierin dan ik. En dat had ik niet verwacht. Oké, ik ben klaar. Ik ga zo meekijken of Dion hier niet ergens loopt. Ik heb dus een sportbroekje. Een stickertje met een hartje erop. Wat had ik er nog meer? Oh ja, een oorbelletje en de oordopjes, omdat ik die kwijt heb gemaakt. En daar zit Dion. Hij zit al op mij te wachten. En ik voel hem niet geslaagd. En ik hoop maar dat hij het leuk vindt. Maar ja. We zien het wel. We hebben in ieder geval even een break en we gaan sushi lekker eten. En omdat het kerst is, gaan we ons helemaal volgen. It's beginning, it's like Christmas. Lekker? Goedemorgen, zonder zorgen vanuit Thailand, Chiang Mai. Ze zijn vanmorgen wakker geworden en het is kerst. Dion is gaan poelen in zijn eentje, dus dat betekende dat ik stiekem inpakpapier heb kunnen kopen. En ik nu alle cadeautjes kan gaan inpakken. En misschien heeft Dion het beter gedaan dan ik, maar ik denk aan de uitwerking. En moet ik het waarschijnlijk doen met plastic zakjes uitpakken. Vandaag is het echt kerst en gaan we de cadeautjes aan elkaar geven. Yay! Ik heb trouwens 480 baht uiteindelijk uitgegeven. Wat ongeveer iets meer is dan 12 euro. Dat betekent dus dat je recht hebt op nog een cadeautje. Jezus, gekke giel hoor. Holy shit, 12 euro kerstcadeau. Oké, hij heeft nog iets te goed van me. Ja. Ik ga het op tafel leggen. Want ik heb het ook leuk ingepakt. Oké, nu jij? Ja, maar ik heb het niet ingepakt. En moet ik het waarschijnlijk doen met plastic zakjes uitpakken? Ja, hoe kan je nou een cadeautje pakken? Oké, nee, ik weet wel hoe ik het kan doen. Zit het in plastic zakjes? Ja. Aan mij de eer zeker, want ik heb er nog één extra van jou te goed. Ja, jij mag beginnen. Nee, toch niet? What the fuck is dit? Is dit een halter om te trainen? Ik heb een halter gekregen. Oké, ik zal dit uitleggen. Oh, wel, ja, is het wel. Oh, er komt niks bij wat dit verklaart. Oké, succes. Het is dus een oorbel. Thanks, dat was ook eigenlijk meer een geintje. Dankjewel. Ja. Dus handen omhoog en je ogen dicht. Hey. Een nieuw iPhone kabeltje. Chill, mijn is kapot. Ja, goeie, ben ik blij mee. Praktisch. Jouw beurt. Komt er ook een handleiding bij jou cadeaus? Of hoe zit het? Nee. Het was een stress. Dankjewel. Heel succes. Nou, Bert. Jij, oog mag dicht. Het is ook nog de goeie. Dit is echt wel leuk. Kijk! Deze had ik dus al gezien en deze wilde ik heel graag hebben. En toen heeft hij het dus opgeslagen. Mijn beurt? Jouw beurt. Ah, chill. Ja. Want die heb ik een beetje een soort van kwijtgemaakt. Dankjewel. Alsjeblieft. Handig. Oké. Dan nu het moment van de waarheid. De kers op de taart. De krent in de pap. Oh zo.
Heel leuk. Want ik mis dus ook heel erg sneakers. Ik heb natuurlijk wel mijn Dr. Martens, maar... Zo, maar Dion. Ja. Als ik deze schoenen aan heb... Kun jij wel hakjes... Kun jij wel hakjes gaan dragen? Perfect. Ik pas ze. 37 had ik niet gepast. Dus Dat krijg je als je een genie als vriendje hebt. Good job. Good job. Je bent niet zeker. Normaal ik ben niet wel... zeker van mijn zaak. Normaal ben je wel zeker van je zaak. Mag ik deze gewoon vanaf aan? Hij is wel kort. Ik dacht dat het zo'n lange. Oh, je dacht een lange broek. Nou, maar die is dus helemaal niet zo kort. Ik weet alleen niet of die. Ja, ik vind het wel. Ja, ik vind kappen natuurlijk wel heel leuk. Zoals ik laatst ook al had gezegd. Mm-hmm. En zo'n broekje had ik. Volgens mij heb ik die nog in de kast liggen van vroeger. Maar. Oké. Nee, ja, het is wel van nu. Okay. Nee, ja, ik kijk, weet je wat het is? Ik weet niet of die boven mijn knieën komt. En als die over mijn knietjes heen komt, ja, dan... Dat is niet goed voor... Voor de lengte. Maar, ik wilde dus eigenlijk... Oké, nee, ja, als die gewoon boven mijn knietjes komt, dan vind ik het wel heel leuk. Zeker. Die... Oh. Oh my god. Dus de eerste avond dat hij onze broek aan heeft, hè? Ja, what the fuck is dit nou weer? Dit is echt ongelooflijk. Dion en een wit broekje. Ik had het gewoon niet moeten geven. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, maar wat? Oh, aan de voorkant ook nog een plekje. Het is ongelooflijk. Doei! Dion, zeg nog even doei tegen de kijkers en je broekje. Oké.